Ja, onbeschrijfelijk. Ik denk hele makkelijke wedstrijd gespeeld. We zijn in het zadel geholpen door Geel hier. Heel veel respect ook naar Eupen toe dat ze gewoon een wedstrijd hebben gespeeld en laten zien dat zij de meest kwalitatieve ploeg zijn, maar gelukkig zijn wij de beste. Jullie hebben het in stijl gedaan. Ja, zeker weten. Het is 1-4, maar een paar weken geleden op Heijs. Dat is voor ons denk ik de les geweest dat we zijn wakker geworden. We hebben beseft wat er op het spel staat. In het voetbal is het mooiste wat kan gebeuren. Het is ongelooflijk eigenlijk wat wij gepresteerd hebben. Ik zal nog even nodig hebben om te begrijpen wat we juist gedaan hebben. Het is fantastisch. Wat een commotie als je ziet bij Ferreira bij het bekendmaken. Ja, natuurlijk, maar het is een beetje normaal. We hebben een heel sterk seizoen gespeeld. Dan de voorbije weken het even moeilijk gehad. Maar de manier waarop we zijn recht gekropen is fantastisch. Vorige week en dan vandaag ook weer. Met zoveel supporters ook. En iedereen is ervoor blijven gaan. Ondanks de media en de mensen van Lommel die ons probeerden onder druk te zetten. Het is allemaal niet gelukt. Wij hebben het gedaan. En Lommel komt net tekort. Filip, schitterend. Ja, daarvoor doen we het. Hè. Dat is geen woorden voor. En op prachtige wijze 1-4 alstublieft. Maar ja, eerst en vooral, we moesten onze match winnen. Dus wij gingen er vol voor. En dan zouden we wel zien wat er in Lommel zou gebeuren. Als je dan na 45 minuten al 0-4 voor staat, ja, dan wordt alleen maar kijken naar wat doet Lommel. En als je dan hoort in die laatste minuten dat dat nog 0-1 wordt, ja, dan is aftellen en heel veel kijken naar wat er daar gebeurt. En uiteindelijk, kijk, ik denk dat het absoluut verdiend is. De bekroning van een subliem seizoen. Geen woorden voor. Kijk, schitterend. 1-4, Lommel die verliest. Het is verdiend. Hard voor gewerkt, het is echt verdiend. Ja, dit zegt genoeg. Hè. 2000 man mee op verplaatsing. Het hangt natuurlijk een beetje van de tegenstanders af, van Lommel bedoel ik dan. Maar 1-4 winnen en Lommel speelt gelijk fantastisch. We wisten dat het kon vandaag. Voorbereid waren we niet echt, omdat het 50-50 is. Maar dit maakt het eens zo mooi. De finale moet niet meer volgende week. Alles is voor ons en dat is het beste. Ter eerste klasse, Anderlecht, Standaard, Brugge, noem maar op. De topmatchen komen eraf en daarvoor doe je het. Onvoorbereid, dat is het mooiste. Ja, onzeker zal ik maar zeggen. Als je zeker bent, dan krijg je zo geen feest. En nu is het ja, extra. Hè. Zeker die laatste 10 seconden, want als we aan het wachten waren op Lommel, ja, die euforie is enorm. Dat is geweldig. Nooit is, niks is beter dan dat. Dat is een geweldig gevoel en dat is schitterend voor iedereen, denk ik. Hoe heb je de wedstrijd beleefd? Met een beetje, ik zal niet zeggen druk, maar met een beetje druk toch. Omdat we wisten dat we kampioen konden spelen en we hebben een schitterende eerste helft gedaan. 4-0 aan de rust, we wisten dat de match gedaan was. Maar we moesten gewoon blijven spelen vanuit een organisatie. En we wisten ook dat het 0-0 was aan de rust voor met Eupen tegen Lommel. En na de 0-1, dat was geweldig. We moesten gewoon hopen dat het zo bleef en het is ook gebleven. Dus dat is geweldig voor ons.
merci beaucoup. Aujourd'hui, je suis très content. On a travaillé dur cette saison. Et voilà, aujourd'hui, on a eu ce titre. Et on est fiers de nous. C'est magnifique. Ah ouais, c'est magnifique. Les supporters, ils sont venus. Ils ont fait tout le match, ils ont fait du bruit. Et c'est grâce à eux qu'on est ici. Vous avez très bien joué. Ah, ça, c'est sûr. Jij hebt heel goed gespeeld. Jij bent terecht kampioen. Ik heb 76 punten. We hebben een mooi seizoen gehad. We gaan er komt een heel. Ja, wat kilometer? Hoe heeft het gedaan? Ja, wat komt niet? Wat komt dat kilometer? Of waar wordt dat kilometer? Ja, maar het was een grote opluchting, een hele grote oef dat we vandaag kunnen zeker zijn over de kampioenstitel. En ik denk dat iedereen het na een jaar of na drie jaar hard werken, dat iedereen het heel hard heeft verdiend. En we gaan er volgend jaar een heel mooi seizoen in eerste klasse van maken. Het was indrukwekkend vandaag. Ja hoor, er was terug zelfvertrouwen. We hadden terug de zekerheid dat we het konden, dat we niet twijfelden aan onze eigen ploeg. Hè. Er komt altijd een moment van angst wanneer men een keer gelijk speelt of een keer verliest. Maar dat was overwonnen en ik denk dat wij de terechte kampioen van tweede klasse mogen genoemd worden. Tot slot, wat een galawedstrijd gaat dat volgende week worden? Wel ja, het wordt een heel mooi feest. We gaan er met 12.000 mensen een heel mooi feest van maken. En we gaan proberen ook goed voetbal te brengen ook. Dat is onze plicht. En ja, het zal natuurlijk allemaal in het teken staan van de promotie. Dus volgende week wordt een heel groot feest. Niet een beetje vieren toch? En daarna goed rusten. We moeten nu nog niet denken aan volgend jaar. Feesten, rusten, genieten en dan pas beginnen met volgend jaar. Maar nu gewoon ja, genieten. Kijk, 1-4, Lommel die verliest. Perfecte dag voor ons. Hoe lang hebben die 2 minuten geduurd? Wanneer Lommel nog niet gedaan was? Goh, het was bijna af, want wij wisten dat Eupen de bal had, dat Eupen een corner had in de 92e minuut. Dat het al... Dat hoort er dan allemaal bij? Ja, blijkbaar. Ik zal nu alcohol stinken, maar ja, het is zo. 3 weken geleden wou hij me doodschieten, Reras, en nu kust hij me. Nee, maar het is gewoon dik verdiend.